Dus die gaan gewoon door. En daar zijn we ontzettend trots op. Hugo, top. Dankjewel. Dan wil ik graag, een, als het goed is, iets van een boek voor mij. Als het goed is het een boek. Klopt dat? Of niet? Voor een boek te zijn. Nee? Nou, we hebben geen boek. Die verschutten. We gaan het zonder boek vertellen. Want dit boek is er wel, hoor. Dat zeg ik niet weg. Jo, we weten dat je in de zaal bent. En we vinden het fantastisch dat je er bent. Deze hele groep hier, namens de mensen op het toneel, daarachter, kantoor, het creatieve team, dachten wij wat geven nou Joop, die ongelooflijk geïnspireerd op assistent eraf heeft gewerkt, als aandenken aan deze voorstelling. Dus dachten wij, 712 keer is het boek wat Doris ooit aan Siske heeft gegeven, verscheurd. Kijk, hij is er wel, ik heb hem net nog gezien. Dit boek, Jo, geeft Doris aan zijn beste vriend Siske. Als symbool voor zijn vriendschap. En dat boek wordt dan uiteindelijk door moeder Vrijmoed verscheurd. Na vandaag wordt dat boek nooit meer verscheurd. Want dit is het enige echte boek waarvan de cover iedere keer dezelfde is geweest in de 712 voorstellingen. De inhoud werd verscheurd, maar niet van deze. Dit boek is daadwerkelijk in de voorstelling gebruikt. En namens ons allemaal, als blijvend aandenken van vriendschap voor het prachtige theatervak, is dit boek van Doris van Siske van deze hele club voor jou en ik kan zo naar je. Over een paar maanden is Harry Poppins hier en daar hoort een sleutel ook nog bij. Hij is loodzwaar. Maar ik ga een aantal mensen op Harry Poppins geven. Ik geef het maar jou, Hugo. Namens de hele Siske Club, voor de hele club van Harry Poppins, dat jullie hier net zo'n prachtige tijd mogen hebben straks als een Siske hier. Dank u wel dat u zulke grote getalen naar onze voorstellingen komt en dat nog steeds doet. Dat is niet vanzelfsprekend in deze tijd en toch doet u dat. En daar wil ik u echt heel, heel hartelijk voor bedanken. Ik wil u graag vragen om, als ik zo dadelijk de laatste zin heb uitgesproken, nog één keer een oververdovend applaus te geven aan deze fantastische ploeg van mensen. En dan nog één keer met ons allen als afscheid van deze voorstelling Amsterdam te willen zingen. Maar dan met z'n allen. Kunnen we dat doen?